Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een stormdepressie die koerst ten noorden van ons land langs vandaag, ligt nu nog bij Ierland en zorgt er wel voor veel bewolking en ook voor perioden met regen. Vanochtend hebben we temperaturen van een graad of 10. Het regent gestaag, waait al stevig uit het zuidwesten langs de kust hard en later zelfs stormachtig. Vanmiddag begint de wind wat te draaien naar een westelijke richting. En aan het eind van de middag hebben we dan ongeveer de piek van de storm te pakken. Met een windkracht 9, misschien zelfs even een windkracht 10 langs de kust. Maar vanavond waait het ook nog behoorlijk stevig door. De wind wordt dan noordwest. En pas in de loop van de avond neemt de wind en ook de windstoten van 100 tot 130 km per uur langzaam af. Morgen een heel ander weertype. Dan is het rustig. Een paar buien met zon tussendoor. 7 graden. Misschien ook een vlok natte sneeuw. En slechts een matige wind uit het noordwesten. Die wind wordt weer zuidwest in het weekeinde. Dat betekent ook dat we weer zachtere lucht onze kant op krijgen. Zaterdag 7 graden. Dan nog dus redelijk normaal weer. Maar zondag hebben we 10 graden. En ook maandag is het zeer zacht. Temperaturen hoog. Het weerbeeld is wat herfstig. Met af en toe wat zon. Maar soms ook buien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.